En wat vond u van de wedstrijd? Ja, het is een heel mooi parcours hier, lekker in het bos, echt crossen, los zand erin. En het is nog een mooier rondje als vorig jaar, dus ik kon er niet genoeg van krijgen om rond te rijden. En hoe belangrijk is het voor u om hier de GVA-trofee voor de eerste maal te winnen? Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Ik heb van tevoren wou ik al GVA voor dames organiseren, maar ja, in je eentje is het natuurlijk lastig. En ja, ik moet me eigenlijk bezighouden met koers en niet met de organisatie. En ja, toen heeft Raf Forstermans voor ons de taak overgenomen. En ja, het is natuurlijk super dat wij ook een GVA hebben. Want ja, waarom een vrouw niet en een man wel? Ja, dat klopt niet, hè. En als we nu terugkijken naar het gehele seizoen, hoe ervaart u uw seizoen dit jaar? Ja, op zich heb ik een goed seizoen gedraaid. Europees kampioen, eerste in het klassement en nou gezet van Antwerpen gewonnen. Alleen het NK en het WK is wat tegenvallen. En, ja, het WK is toch de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Dus ja, wel een beetje een negatief gevoel daarover. Maar ja, als je het seizoen weer kan afsluiten, dan kan je toch weer met een goed gevoel je rustweek in. En volgend seizoen ga je de voorbereiding anders aanpakken? Ja, ik ga nu eerst eventjes voldoende rusten. Meestal trek ik door meteen de weg op, tot en met mei. Omdat ik in de zomer veel problemen met mijn hooikors heb, maar het is gewoon mentaal eventjes op en ik doe het even rustig aan. We hebben een huisje gekocht, dus we gaan lekker opknappen en van de zomer dan gaan we er weer tegenaan. En vanavond feestje bouwen om af te sluiten dit crossseizoen? Ja, een klein feestje, maar morgen is de huldiging van de GVA, dus morgen zal het wel iets meer feesten zijn, denk ik.